Je kunt nog zulk mooi materiaal hebben, maar als je de leerlingen ermee laat aanmodderen, oftewel lekker zelfstandig zonder enige aansturing of controle, dan wordt het helemaal niks. Je moet dus zeg maar naar het proces kijken. Het proces van de leerling is eigenlijk nog belangrijker bij verrijkingswerk dan het product zelf. Natuurlijk zijn de producten uiteindelijk belangrijk voor de beoordeling en natuurlijk is het motiverend voor het kind als hij straks mooie producten heeft. Maar als hij dat product zomaar uit zijn mouw schudt en er eigenlijk weinig voor hoeft te doen, heeft het geen waarde gehad voor hem. En wat je dus doet, is het proces bij de leerling goed bewaken, dat stuur je aan en vervolgens moet de leerling zijn kwaliteiten gebruiken. Maar het proces aansturen is heel belangrijk. En waarom is dat nou zo belangrijk? Die leerling moet leren dat hij door inzet iets kan bereiken. Iets wat je kunt bereiken zonder inzet, heeft geen waarde. Je kan een mooi compliment krijgen voor een prachtig kledingstuk wat je genaaid hebt, maar als jij al een hele goede opleiding voor naaister achter de rug hebt, is het voor jou eigenlijk heel normaal dat je deze kwaliteit levert. Nou, zo is het ook met verrijkingswerk. Als jij eigenlijk verrijkingswerk doet wat voor jou een beetje makkelijk is, of voor jou eigenlijk heel simpel, dan heb je er eigenlijk ook geen voldoening van als je het tot een goed einde hebt gebracht. Dus je moet je leren inzetten. En inzetten kun je alleen wanneer iets moeilijk voor je is. En om dat proces gaat het. Dat proces kent die leerling niet van nature. Want die leerling heeft altijd gedacht, ik wacht maar eens even totdat ik het kan. En dan wordt het leuk voor mij. En nu moet hij leren om iets te gaan doen wat hij eigenlijk nog niet kan. Nou, daar moet je dus een goede coach in zijn. De leerkracht als coach is niet bezig om de leerling aan de hand te nemen en verder te brengen in het werk. De leerkracht als coach is bezig om het proces van de leerling te bewaken. De coach, de leerkracht dus, selecteert het juiste materiaal voor de leerling. Wat kan deze leerling aan? Dat ga ik ook van deze leerling verlangen. En we moeten oppassen dat wij daarmee niet de leerling ondervragen. Die neiging is in het onderwijs vrij sterk. Eerst maar eens kijken wat hij aan kan en dan moeilijker. Bij deze leerlingen ga je dus juist moeilijk werk pakken, moeilijke opdrachten. In de pittige plustoren zijn voldoende echt moeilijke opdrachten te vinden. Die zijn dan in het begin moeilijk voor de leerling. Die leerling zal daar misschien een beetje tegenaan kijken. Hoe moet ik hiermee aan de slag? Maar het is nou juist de kunst om als coach de leerling daarin alle ruimte te geven. De leerling gaat zelf uitzoeken hoe hij dat aan moet pakken. En komt hij er echt niet uit, dan ben jij als coach veilig op de achtergrond. Maar de leerling heeft zijn eigen proces van leren. En de leerling staat centraal. Als coach geef je dus niet alle inhoud weg. Je kan hooguit eens wat helpen, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Het proces van de leerling is belangrijk, want deze leerling moet zelf leren dat zijn inzet leidt tot goede resultaten. Die kick moet hij eens ervaren. Van ik zet me in, ik probeer het nu eens, het is wel moeilijk, maar ik zet door en kijk wat ik nu bereik. Dit geeft voldoening.